Also los. Ja. Goedemiddag. Hoe lang zijn jullie gelukt? Nou, een minuut of 10. Een kwartier. Ja, hoe lang ben je? Nog geen kwartier. Het is 12 uur geweest, dus het kan wel. Dus Ali is ook een biertje. Ja, joh, na de thee eerst even lekker warm een bakje en dan. Ja. Oké. Okay. Smoesjes. Een bodempje thee voor Aal. Ja, dat is 80 jaar geleden of zo. Maar we hebben hier weer een nieuwe discussie hoor. Dat de zwarte mensen nu gedacht worden tijdens de doden, denk ik. Ja. Waarom zouden ze niet jouw dag te worden? Ja, dat zijn toch ook gevallen, hè? Er staat toch geen kleur achter? Nee. Maar ik denk dat... Ja, maar die moet je altijd apart wat noemen, hè? Waar hebben wij in ieder geval? Want hadden wij toen al... Ja, dan wilde pas eentje bij de IMA. Ik denk, nou, die moet ik even in één keer volgen. Nee, we hadden toen al kleurlingen in dienst. Denk je dat, hè? En die werden een beetje als lulletje rozenwater behandeld. Dat was in het verleden. Tweede Wereldoorlog. Ja, toen was de slavernij nog niet definitief afgeschaft, dus vandaar. Ja. Naar voren. Naar voren. Hij moest toch meer naar die caravan toe. Naar het doekje. En dan moet de tent sowieso nog een stukje naar voren. Hey, maar je hebt toch wel meer gefietst, Jan? Hè? Ja, misschien wel. Denk. Ja. Zo, je geeft wel voorbij, zag ik. Heb je helemaal niet gezien? Zo waar. Nou, nee, joh. Op het moment dat jullie voorbij reden, keek ik toevallig die kant op. We zijn er nog. We zijn er niet. We zitten hier. We zijn er niet. Oké. Daar ben je heel veel plekken. Alle bedden moeten we tent opzetten. Ja, Loep. Hey, dat is niet niks, hè. Ja, die zit zo in elkaar, joh.
Jon is van de categorie werkbouwkundig tuig. Hey, wat moeten we doen? Gaan we die stok dat iets opzij zitten of laten we hem zo staan? Hij moet zo recht komen. Hij moet recht komen, want we hebben daar nu weg van de caravan. Een beetje. Een klein beetje. Dan kunnen we die caravan niet omdraaien. Maar waar kunnen we ook iets naar voren trekken? Hè? Ja, niet op de lijst. Ja, moet kijken waar we hier gaan. Die gaat wat rijden, haar gaan we hier. Jeetje. Ik denk dat we nog wel. Maar dan weet je nog wel. Nou, dan zijn we redelijk gezet alweer. Okay. Want we hebben een helft gespreid over met een pad ertussen. Ja, nou, we zijn gesplitst weer van het jaar. Dat wordt, ja, enige gebied is Duitsland, ander Nederland. Ja, ze willen wel in de zon. Maar de mensen zijn een beetje blank. We hebben nog een haantje over. Die stoelen uitpakken. Ja, goed. Jan, hebben we nog van die flessen of zijn die op? Als ze nog zijn, ze dus niet op. Maar nee, dus er moeten er wel een aantal staan. Warm is maar onder. Maar anders dan in de koelbox, die daar links van de caravan staan. Links van de caravan staan de koelbox. Zo'n groene met een. Hoeveel heb je er al op? Niks. Eén. Eentje. Eén stukje. Eén stukje. Ik heb er één stukje op. Ja, van op te gaan. Maar toen werd er niet bij. Het ontbijt. Ik had er een kater. Ja, maar die was nog niet rauw. Ik dacht dat het wel een paar was. Ik ben er af. Nou, ik heb het zeer leuk. Ja, maar eerlijk is eerlijk, als hij dat daarna zit in de stal, dan denk je toch echt dat hij. Dat hij daar vandaan komt. Is. Ja. Dat. Hoe heet hij ook weer? De ammoniak eraf komt. Nee, het is. Ja. Wel puur natuur, hoop ik. Pure nature. Ik heb een kraan inderdaad, die zat echt in de charge. Ja, daar gaat hij. Kijk maar, zie je. Ja, ja. Even het andere poot. Het wordt hem te heet onder de voeten. Warm houden. Hier is geen waterwind die meer die kant op. Dus het is op een goede zijde, zeg maar. Oké, dus dat geldt alleen voor dit gebied? Ja, alleen maar voor de waar we naartoe gaan. Dus we hoeven dus niet dat nummer te bellen. Oké. Was een vak. Een specialiteit. Niks ervan. Ja, toen die Nederlanders snel naar huis gingen, dat was net te doen. Nou, dan mag ik toch even naast je komen zitten, want jij bent op een gegeven moment iemand gaan proeven. Ja. Dat is niet Juliska, hè? Dat wordt jaloers. Oh nee, dat is Pitbull. Nee, deze niet meer. Deze is geen waarschijnlijk. En of het een klein beetje meer of minder is. Kruskovac. Nou. Natuurlijk is dat belangrijk. Hallo? En dan mag er iets meer. Net iets meer vlees? Vanuit die fles, ja. Ja, maar. Dat komt me niet uit. Dan moeten we dus een nieuwe fles gehaald worden morgen. Ik heb een sterkerman nodig. Ja, zit die Horst allemaal op je boodschappenlijst? De boodschappenlijst. Dat was helemaal niet zo vast. Ja, met die koppel. Ik ben gewoon niet. Dat is de Slivovic. Dit is ja. Dat is de wind tegen. Dus gaan we naar 400. Ja, 400. Weet je dat ik dat ook wel eens meegemaakt heb? Ja. Nou, dan geef je eerst Ed een glaasje. Die moet dat wel keuren. Levens elixir is dit. Smaakt
Elke avond hadden ze 2-3 van die flessen leeg te drinken. Nou, kom, overdrijf even niet, hè. Hallo, nee. Ja, wat was het nou, Elga? 2 of 3? Nou, bijna 3. Wat 3? Van die flessen. Per dag. Ja, dan doe je even in zo'n glaasje schijnt en dan doe je dat glaasje er even zo ingooien. Ja, dan het een beetje roeren. Ja, een beetje roeren. Maar dat is al aardig vermengd. Ja, zonder een paar glazen wist je niet meer, bleef je drinken? Nee, was het nou 2 of 3? Ja, dat weet je dan niet meer. Gewoon appelschap. Ziet er gewoon net als appelschap. Ja, krijg je weer een mond. Moet je ruiken. Michael, hoor, lauwe. Hey. Ik zet met de ramen mee. Het stinkt echt. Goed gemengd. Jij krijgt een speciale garage. Ik ga het even proberen. En als hij gewoon dan nog een minuut uithoudt. Als je na 10 minuten nog allemaal haalt, dan is het goed. Nou, genoeg joh. Ja? Ja, dat is een. Nou, dat is allemaal. Dan krijg je een overdosis. Ja, dat is wel een beetje onhandig. Dan was het nog 4,50. Hoeveel? Afgelopen 4,50. Je hebt nu 200, dus 2,50 erbij. 4,50. Dus kun je nog gewoon een beetje verrassen. 4,50 heb ik terug voor 5 euro. Ja, maar ja. Welke knuppel heeft hij? Is goed. Is goed zo. Nou, dan geef je Edwin een glaasje, want die moet weer proeven. Ja, laat je nou die twee glaasjes gewoon zelf afleveren. Kijk eens, laat iedereen daar gewoon lekker op de app zetten. En ga, ziet dat. Dankjewel. Oké, wie nog meer? En Misha. Wat zegt hij dan? Vol, half vol, beetje. Ja! Dat is veel beter, man, echt waar. Nee, die is veel beter. Moet jou toevoegen natuurlijk. Die gaat erop lijken. Ja. Ja. Die gaat even blijven. En aan de bouw. Weet je dan met je Alzheimer, man. Nee. Die gaat echt op lijken deze. Dan kom je weer een beetje in oude speren. Nou, is goed zo. Ja. Alles ging niet hoor. Jongens, leuk in de kraag weer. Hé, Anoushka, jij schijnt alleen al van de lucht van dat spul al vrij losjes te worden. Zo. Ja, behoorlijk hoor. Maar. Wie let wat er is? Dat is wel weinig hoor. Ik vind dat zo weinig. Ja? Schenk hem maar gewoon leeg, jongen. Juist. Dankjewel. Ja, het is, die moet die kwaliteit op in de gaten houden. Telefoontje weg. Geen bol meer. De bol is sowieso, maar... Ben je ook tegen die telefoontjes zo laat? Ja, ja. Nou, het zijn niet de telefoontjes, het is social media. Maar ik vind het net terecht een opmerking. Ik heb er ontzettend bij als mensen in mijn gezicht laten schijnen. Ja, maar wat zullen we denken aan mensen? De telefoon zit altijd zo. Ik ben een oude lullen met die telefoon. Dat betreft ik ook nog bij. Dat zijn de nieuwe zombies. Also los. Ja, ja. Hoeveel is? 1 euro. 1 euro? Nou, dat valt mee. Is dat wel 1 euro? Ja, dat is zeker. We zijn al hard. Ja. Thank you.
twee die zitten dan nummer 1. Goed, maar wij constateren op Dinxperlo. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo bij hoort, moet ik nog even zeggen, heeft 37.000 inwoners. Met een oppervlakte van ongeveer 10.000 hectare, dus dat is 20.000 voetbalvelden. En voor de sporters onder ons is het ook zo dat we hebben hier een recreatieve fietspaden en wandelpaden ongeveer 42 kilometer, dat is precies een marathon. Hè? Dus als jullie willen fietsen en hardlopen, kun je precies die marathon lopen. Mooi, hè? Dinxperlo en Aalten zijn eigenlijk wel de belangrijkste plaatsen in de gemeente Aalten. Je hebt daarnaast ook een aantal buurtschappen, de Heuren, waar jullie vlakbij zitten, Barlo, Dalen, Bredevoort. Bredevoort, moet ik zeggen, is ook de moeite van het bezoeken waard. Bredevoort is ook een hele oude vestingstad. Het heette vroeger ook de Heerlijkheid van Bredevoort. Het heeft ook een belangrijke rol gespeeld in Nederland. Maar niet voor niks is onze koning nog steeds beschermheer van Bredevoort. Als je eens alle titulatuur van Willem-Alexander bekijkt, dan staat over een bepaalde plaats staat, dat hij ook beschermheer van. Het voorbeeld ook van de samenwerking dat de politie en de politiebureau. Hier zitten dus de Duitse agenten en hier zitten ook de Nederlandse agenten. Die dus heel intensief met elkaar samenwerken. Dat is ongeveer 20 jaar geleden is dat geopend. Ik was er nog aan het werk, maar ik kwam er wel langs. Er waren ongelooflijk veel hotepitoten hier, dat kan ik je vertellen. Heel veel cameraploegen op en dat namelijk. De eerste politiebureau in Europa die op deze manier de samenwerking aangeeft. Is ongeveer rond 2000 geopend. Ik heb wel eens gevraagd, hoe zit dat nou eigenlijk als nou hier in Dinxperlo een Duitse agent loopt en er gebeurt wat, hoe gaat het dan verder? Nou, het is zo dat de Duitse agent die mag optreden, die mag het verkeer regelen en die mag doen wat hij noodzakelijk vindt om te doen. Totdat er een Nederlandse agent komt. En die neemt dan als ware het commando over. In Duitsland is het precies hetzelfde. Daar mag een Nederlandse agent zijn werk doen. Totdat er een Duitse agent komt. En dan moet hij het doen. De enige restrictie is namelijk dat een Nederlandse agent mag in Duitsland geen bekeuring uitschrijven en over. Nou, dan staat hij dus precies op de grens. Hij staat nu precies op de grens tussen Nederland en Duitsland. Nee, je hoeft niet te kiezen. Dat is nou Nederland en dat is Duitsland. Het asfalt is Nederland. Daar is Duitsland. Je ziet ook nog vijf spraken, hè? Vijf spraken. De Koningsstraat. Bovendien was het zo, die achterloopt 300 meter verder loopt het strand. Het is een vreemde plaag. Maar het mooiste is dat veel nergens in Duitsland is. Dan was dat ook zo leuk, sta maar hier. Dit is, we zijn in Duitsland nu, in Zuidwijk. En Zuidwijk was, zoals zij, dus ongeveer 1500 inwoners. En 1200 zijn er van katholiek en 300. Totdat in het midden van de 19e eeuw. Staat in religie ook in Duitsland en Nederland met gescheiden van elkaar. Daarboven de evangelisten, deze Marcus van der Mans, de leerlingen. Ja, maar
staat er weer. Hij staat er. Goed. Handiger dat we de koffie zelf even van het buffet afhalen. En de bak van het klaar gezet. Ja, dat denk ik. Zal ik het hier maar even lezen? Kijk eens. Oeh. Erwin is een hele...
Meer gypsy boys. Als je hem neerlegt, dan pak ik hem, maar dat weet ik niet. Gypsy kings. Ik zou kunnen vragen, want mag ik ook even een teutje? Ja, maar ze spreken een ander dialect. Ja, maar ik spreek het net al bij, het is vanochtend. Maar hij gloeit toch lekker? Een poppenkast. Als het klaar is met die frikandellen, dan... Nog een poppen. Jan en Katrijn. Ik kom op mijn kermen niet eruit. Die auto zo. Jezus. Er is nog wijn bij. Er zit nog wijn bij. Nee, ik heb daar wijn van tegengekomen. Ja, ja, ja. Hé, eigenlijk is een beetje temperatuur erbij. Dat is heerlijk, hè? Ja. Dat is goed, hè? Ja, dat wel, want dat is een raampje. Maar voor mij hoeft er ook geen vlees op, hoor. Nee. Ik ging vlees aan de vuur uit. Vuur uit? Kunnen we er gewoon doen? Ja, dan kan je er gewoon. Maar we moeten even wachten, hè? Ja, dat kunnen jullie. Lekker van lappen. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I'm gonna give you my heart.